Mark, we hebben de eerste fase van 6 gehad, hè, 6A. En dit weekend wordt alles voorbereid of ze zijn er eigenlijk al mee bezig voor fase 6B. Wat gaat er precies veranderen? Ja, we zijn bezig met de stationslaan, dus de kop van de stationslaan. Daar liggen de meeste klinkers nu al in. En die gaan we aansluiten op de FA Molijnlaan. En dan wordt die naar de Ovonde toegelegd. Dus dat betekent, de Ovonde is al in gebruik. En dat heet dan een Ovonde, want het is een ovale rotonde met 5 afslagen. En daar gaan we straks de stationslaan op aansluiten. Dat betekent dat de ondernemers op de kop van de stationslaan straks weer heel goed bereikbaar zijn. En wanneer moet dat ongeveer klaar zijn dan? Nou, de verwachting is dat we daar volgende week, we lopen mooi op schema, dat we daar volgende week klaar mee zijn. Dat de stationslaan dan weer open is, voor beide kanten, voor het verkeer. Zodat fietsers, voetgangers en automobilisten daar gebruik van kunnen maken. En dat ze via de Ovonde dan ook weer naar de overweg kunnen. Ja, dus ik begrijp deze week nog, aanstaande week nog even afgesloten. Maar hopelijk aan het eind volgende week voor de stationslaan weer gewoon bereikbaar vanaf het station, zeg maar. Vanaf de Ovonde. Ja. Klopt, het is een hele flinke periode geweest. We hadden natuurlijk de oude rotonde liggen voor de snackbar, zeg maar even. Dus dat, die lag op de Molijnlaan. Die hebben we weggehaald. Dat hebben we ook de riolering kabels allemaal kunnen verplaatsen. We hebben de Molijnlaan, die is al in gebruik gedeelte. Die gaan we nu verlengen. Dus de stationslaan wordt een zijtak straks van de Molijnlaan. De Molijnlaan sluit straks aan op de Ovonde. Nou, dat betekent dat je die werkzaamheden allemaal achter elkaar moet doen. Dus het is best wel voor de ondernemers en de inwoners. Die hebben best wel mee te maken gehad. Maar gelukkig zien we de vorderingen echt letterlijk elke dag vooruit gaan. Dus dat betekent dat we volgende week dat hopen af te ronden. Dan moet er nog wel de Molijnlaan nog even een stukje aangestraat. Dan wel geasfalteerd worden. En we hebben natuurlijk de rotonde van de Plesmalaan. Dan gaan we het spoor over. Daar hebben we natuurlijk ook hard aan het werk. Ja, ik heb al gezien dat die behoorlijk naar beneden gaat. Maar op zich verandert er niet zo heel veel volgende week. Maar wel is die getijden niet, helemaal niet bereikbaar. Hè? Kun je helemaal ook niet naar de snelweg. Klopt. Rotonde Plesmalaan, dus eigenlijk als u vanaf Elspeet komt, de afslag vanaf de snelweg neemt, Nunspeet Elspeet, dan rijdt u op de Elspeterweg en dan bij de rotonde kan u normaal rechtdoor naar de Overweg over of rechtsaf naar het Veluwe Transferium zoals we het kennen. Nou, daar moesten we 1,5 meter naar beneden, want we gaan straks natuurlijk onder het spoor door. Dus dat betekent dat we die hellingshoek moeten halen en we moesten de rotonde Plesmalaan 1,5 meter naar beneden leggen. Nou, om de jongens die er aan het werk zijn, de mannen en vrouwen, de veiligheid te garanderen, moet je daar wat maatregelen treffen. En we hebben gezegd, eigenlijk ook werk met werk maken. Als we dan toch daar bezig zijn, laten we dan ook alvast damwanden slaan voor de ondertunneling. Onder de doorgang straks. Want je moet het grond, het water tegenhouden. Dus er moeten damwanden van 15 meter diep geslagen worden. Dus dat is eigenlijk van Hattem en Blankenvoort is er al mee bezig om alvast voor de onderdoorgang damwanden te slaan. Alleen dat betekent dat je geen verkeer daar kan gebruiken. Dus dat betekent de oude Elspeterweg, de overweg, die is dan even buiten gebruik. We hebben daar overleg over gevoerd met Rijkswaterstaat. Dat is natuurlijk van de snelweg, de A28. En die zei, ja, dan moet eigenlijk de afslag Nunspeet-Elspeet een omleidingsroute komen dat iedereen via Nunspeet-Epe gaat rijden. Maar eigenlijk pakt zo'n 60% van het verkeer pakt de eerste afslag, Nunspeet-Elspeet. En 40% pakt de tweede afslag, Nunspeet-Epe. Dus u kunt zich voorstellen, als 60% dan bij de andere afslag opkomt, wordt het daar heel druk. En dan krijg je files op de A28. En ook de Epeweg heeft geen rotondes. De afritten op de Epeweg hebben geen rotondes. Dus, en die kruising is er ook niet tegenover elkaar. Dus dat is best wel een gevaarlijke situatie. Adviessnelheid is daar 60, maar meestal rijden ze 80. Dus zeiden we, dat vinden we wel heel gevaarlijk. En met de drukte die we daar verwachten, hebben we ook met Rijkswaterstaat en de provincie samen besloten qua veiligheid en doorstroming om dan de Epeweg rechtsaf, dus als u de afslag Nunspeet-Epe neemt, afslag 15, dan kunt u niet rechtsaf naar Epe, gewoon om de veiligheid en de doorstroming te garanderen. Nou, dat is de komende 2-3 weken nog het geval. Ja, dus zit je op de snelweg en je komt vanuit Harderwijk, dan is het eigenlijk zo dat je eraf moet bij Epe. Maar dan als je naar Epe wil, eigenlijk ook niet af moet. En dat je dan door moet rijden naar het Harde. Precies, de omrijdingroute via de snelweg is via het Harde. Dat is ongeveer voor een automobilist 2 à 3 minuten omrijden om aan de afslag het Harde te pakken. En dan zo naar Epe te rijden. Nou, met Rijkswaterstaat ook gezegd, we moeten toch wel het ventiel wat los te gaan draaien. Hebben we één richting verkeer toch over de overweg. Dus dat betekent dat mensen vanuit Elspeet, maar het vrachtverkeer wordt sowieso omgeleid via Epe. De afslag Nunspeet-Epe en anders via het Harde.
Maar voor gewone automobilisten is er toch een mogelijkheid om de overweg via Nunspeet-Elspeet toch te gaan gebruiken. Dat is eigenlijk om het ventiel wat los te draaien. Hebben we gezegd, doen we één richting instellen. Dan gaan ze over het Veluwe-transferium en dan voor het stationshuisje langs. En dan kunnen ze toch de overweg gebruiken. Maar verkeer wat vanuit het centrum van Nunspeet naar Elspeet moet, die moet inderdaad omrijden via Nunspeet-Epe. Ja, dat is eigenlijk gelijk de situatie zoals die nu is. Alleen heb ik begrepen dat die overdag tussen 10 en 3, als ik het goed heb, zoiets, echt helemaal dicht gaat. Dan kun je ook niet naar de snelweg vanuit het dorp. Klopt inderdaad. Ja, we hebben hulpdiensten hebben we altijd gegarandeerd. Dus bij blauwe zwaailichten leggen we het werk stil. Die krijgen altijd voorrang. Alleen we willen toch wel zo goed mogelijk kunnen werken en die periode ook zo kort mogelijk houden. We hadden de eerste gesprekken hadden we het over 12 weken van een afsluiting. Toen zeiden we, ja, dat vinden we echt te lang. We hebben juist ook gekozen om het in fases te doen, de hele stationsomgeving. Om alles zoveel mogelijk open te houden. En waar het dan eventueel beperking is, dan verdelen we die pijn in die 7 fases. Want Rijkswaterstaat en andere partijen hebben ons ook wel gezegd van, waarom doe je niet de hele stationsomgeving gewoon dicht en ga je 1 à 1,5 jaar lang gewoon bouwen en dan heb je het veilig en goed. Ja, maar dat kunnen wij gewoon niet doen als gemeente Nunspeet. Wij hebben een industrieterreinen die erachter liggen, Feithof, Lepelingen. Het is een woon-werkverkeerroute, schoolverkeer, fietsers die veelvuldig gebruik maken van de overweg. Dus wij zeiden van, wij gaan hem opknippen in een aantal fases en zo proberen we de pijn te verdelen. Dat er toch wat afsluitingen zijn, maar het gaat goed schiks en kwaad schiks heel goed. We lopen op schema, maar we hebben nu inderdaad, we zitten in de 2e week van de afsluiting en het loopt ook heel goed. En we hebben dat werk proberen zo kort mogelijk te houden, maar tussen 10 en 3, we kunnen de jongens inderdaad echt doorwerken. En we pakken die spitsmomenten, dus dat is 's ochtends vroeg. Dan wilden we veel verkeer natuurlijk of naar Nunspeet toe en ook rond 3 uur. Tussen 3 en 7 s'avonds, zeg maar, dan weten we ook dat er heel veel verkeer komt. Dus dan hebben we inderdaad het ventieltje dat we opendraaien om de overweg Nunspeet-Elspeet toch open te houden. Ja, en dat is maar voor 1 week, hè, als het allemaal goed gaat. Ja, dat is de laatste fase inderdaad. Dan, waar we nu staan is eigenlijk op de parkeerplaats bij de Jumbo, voor de meeste mensen wel bekend. We kijken hier op een stuk braakliggend terrein. Daar gaan we straks de bak opbouwen die onder het spoor komt te liggen. Ja. Dus er wordt hier straks boven het maaiveld een bak opgebouwd. En die bak die wordt straks in november 2024, dus november van dit jaar, wordt hij dus langzaam onder het spoor. Dan zijn we een heel weekend bezig om die bak onder het spoor te leggen. Nou, vandaar dat de rotonde Plesmalaan naar beneden moet om die hoek te halen. Dat het niet in één keer heel hard naar beneden gaat, maar geleidelijk aan. En dat betekent dat we straks de laatste week, zeg maar, de oude Elspeterweg ook een stukje gaan veranderen. Er komt een bypass, zodat straks de rotonde Plesmalaan wel weer in gebruik is. Is die weliswaar verlaagd, maar dan gaan we toch over de overweg. Maar straks komt de nieuwe aansluiting. Volgend jaar wordt dat, gaan we alles op elkaar aansluiten. Dat betekent dat de oude Elspeterweg verdwijnt en dat we dan de rotonde Plesmalaan gaan aansluiten op de onderdoorgang. Ja, nou ja, ik denk dat we weer behoorlijk op de hoogte zijn, maar voor alle duidelijkheid, waar komt die tunnel nou precies? Komt die dan hier in dit braakstukkend licht? Gaat hij daar naar beneden? Nou, waar we hier dus op kijken, dat is eigenlijk tussen de parkeerterrein van de Jumbo en de Elspeterweg. Nou, daar kunnen we hem opbouwen, want hij komt eigenlijk naast de overweg te liggen, de onderdoorgang. Dus dat betekent dat we nog met een bypass steeds de overgang kunnen gebruiken. En dat we in november van dit jaar, dus echt, dan gaan mensen het ook zien. Er wordt hier natuurlijk opgebouwd, dus mensen gaan op een gegeven moment de tunnelbak hier boven het maaiveld zien staan. En in november wordt hier een weekend lang, en dan hebben we een treinvrije periode, zoals we dat noemen. Dan is er geen dienstregeling, want dan kunt u zich voorstellen dat dat niet wenselijk is als mensen daar aan het werk zijn bij het spoor. Dus dat betekent dat we met bussen gaan werken vanaf Harderwijk naar het Harde. En in die treinvrije periode leggen wij de bak eronder, dus dan kan iedereen zien waar het dan komt. We kunnen nog niet alles gelijk aan gaan sluiten, dus dat betekent dat we nog wel gaan werken eromheen. Dus met een bypass gaan we nog steeds over het spoor heen, maar dan weten mensen wel waar die komt. En dan komt die eigenlijk naast de bestaande overweg, gaan we straks de onderdoorgang krijgen. Nou, we zijn super benieuwd, we gaan het weer in de gaten houden. Bedankt voor je tijd om ons weer even bij te praten. En nou ja, misschien over een klein maandje dat we nog weer eens even de stand kunnen bekijken. Ja, zeker weten, want het is heel leuk, want we krijgen ook nog een 2e onderdoorgang. En dat is voor de fietsers en voetgangers. Dus dat is ook wel heel leuk om daar dan wat meer licht, beeld en geluid bij te geven.
Want naast het snelverkeer, het gemotoriseerde verkeer, gaan we ook het langzame verkeer van elkaar scheiden. Dus het wordt alleen maar veiliger en de doorstroming wordt straks ook beter. Ja, want als ik goed begrepen, wordt dat ook de opgang naar het station? Klopt, die komt echt onder het station door, zeg maar. En dan kunnen mensen met de lift of met de trappenpartij naar boven en dan zijn ze op het perron. Dus die hoeven straks ook niet meer voor de spoorbomen te wachten. Dus zowel de auto's en de vrachtwagens hoeven niet meer voor de spoorbomen te wachten als de fietsers en voetgangers, omdat we er straks allebei onderdoor gaan. Ja, we horen nu regelmatig nog het geluid van de bellen van de spoorwegovergang, maar dat wordt straks verleden tijd. Ja, ja, rond juni 2025 dan sluiten we alles op elkaar aan en dan hebben we geen spoorbomen meer hier bij de overweg Nunspeet. Nou, we kijken ernaar uit. Bedankt voor de tijd en goede werkdag nog. Dank u wel.